Vrijdag begint de Eredivisie aan seizoen 2016-2017. NEC bijt het spits af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De voorbereiding van de Nijmegenaren ging alles behalve vlekkeloos. NEC-trainer Peter Hubala is blij dat het eindelijk begint. Is hij tevreden over de voorbereiding? Ja, tevreden. Met het proces ben ik tevreden. Nieuwe spelers zijn gekomen. Niet alle de eerste keer, maar niet alleen de eerste week, maar toch nu komen ze langzaam. Goede sfeer in de omkleden, goede sfeer op het trainingsveld. Heel veel geoefend, heel kritisch geweest ook. Ook natuurlijk kritisch geweest naar de slechte resultaten. Maar ook door slechte resultaten kan je misschien de proces nog beter in de detail mee trainen, mee oefenen. Dan worden jouw antennen toch een beetje meer nog concentreerder. En we hebben altijd voor de 5 augustus getraind en niet voor een oefenwedstrijd. Nieuwe spelers van NEC kwamen druppelsgewijs binnen. Is dat lastig? Dat is zo. Nee, ik verlies nu geen energie meer daaraan. Of altijd na te denken op nu de speler X en speler Y nu komt. Dat wil ik nu niet meer. Het is zo wie het is. Maar natuurlijk als trainer wil je eigenlijk de eerste dag de hele selectie hebben. Maar dat is bij geen club van de wereld zo. Het gaat nu voor het EGI. Is de trainer nieuwsgierig naar waar de groep nu staat? Daar ben ik heel nieuwsgierig. Morgen hebben we ja de eerste grote wedstrijd. 20 uur. En ik hoop dat de supporters achter ons staan. Omdat ze denk ik ook voelen. Het is een hele nieuwe groep. Het is een jonge groep. Je hebt het toch heel veel basisspelers daaruit. En we moeten ons een beetje vinden nog. Niet alleen morgen. Ik denk ook nog de volgende weken. En dat ze met ons meegaan. En ons echt mogen helpen. Maar nieuwsgierig is denk ik niet alleen, maar iedereen in het stadion. NEC-supporters zijn altijd kritisch. Heeft de trainer daar last van? Ik ben gefocust op het team. Ik ben gefocust op de trainersteam, op de spelersteam. En op mij ook. En ik probeer even met de spelers. En ik kijk niet zo vaak naar links en rechts. Ik heb altijd als trainer mijn ding gedaan. En weet je toch, als je in het stadion heb je dan 12.500 trainers. En iedereen weet het beter. Ja, maar ik sta hier en het team staat morgen daar. En we doen het morgen. Ik denk we doen morgen een goede presentatie. Wat vindt hij van deze spelersgroep? Jong, wild, heel nieuwsgierig in tactische dingen. Willen naar voren verdedigen, maar willen ook een goede organisatie staan. Werken heel goed samen met elkaar. Heel goede communicatie. Alles een beetje mixen, Engels en Nederlands. Heel nieuwsgierige jongens en echt goede werkers. Er zijn wederom veel verschillende nationaliteiten in de selectie. Is het lastig om tijdens trainingen en wedstrijden te switchen tussen Nederlands, Duits, Engels? Ja, voor mij is dat een beetje nieuw, omdat ik dat niet zo vaak gedaan heb. Maar ik heb ook bij Sturm Graz of zoiets, heb ik dan ook maar Engels praten moeten als een Engelstalige man gekomen is. Maar voor mij is het goed, voor mijn les. En ik denk die spelers snappen heel veel. We doen ook veel op Engels nu, omdat we toch veel Engelstaligen hebben. Maar ja, goed, ik zie dan een speler en dan, ja, dat is toch nu goed dat ik 3 talen kan spreken. En ja, ik switch dan. Zo. Alleen ik moet de spelers helpen, dat is heel belangrijk. Het gaat eindelijk beginnen. Is de trainer blij dat het begint? Ja, absoluut. Ja, oefenwedstrijd is leuk, maar laat ons ook eerlijk zijn. Je bent trainer geworden en speler geworden voor dat morgen. Voor zo'n wedstrijd van morgen, volle stadion. Een beetje druk. Niemand weet precies wat gebeurt. Maar ook de tegenstander weet ook niet zo precies wat gebeurt. Televisie is daarbij, show is daarbij, spanning is daarbij. En dat heb je bij oefenwedstrijden niet zo. Het pak hangt klaar en op de stropdas is geoefend. Gisteren, ja, een beetje. Gisteren heb ik mee aangekeken in de spiegel. Een beetje gelacht, maar Zo slecht zie ik ook niet uit. Ja. Vrijdagavond om 8 uur in het Goffertstadion. De overturen van de Eredivisie. NEC tegen PEC Zwolle.